بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فنفادل إن شاء الله تعالى مت الأصول الثلاثة أربعة بفرخ ذيك بخنا بخماكت وهذا الفرخ لس hebben we vier belangrijke punten behandeld die de schrijver ons heeft geleerd, rahimahullahu ta'ala. Hij zei dat we verplicht zijn om vier zaken te kennen, en hij noemde voor ons de zaken op. Wie kan van mij deze zaken opnoemen, de vier zaken die wij dienen te kennen? Naam. العلم als eerste kennis. طيب، deze kennis, wat houdt deze kennis in؟ محمود. نعم. معرفة الله. نعم. معرفة الأدلة. نعم، أتكلم عن الله سبحانه وتعالى. أنا أتكلم عن زين بروفيت صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم عن de religie van de islam. Wat houdt dat in؟ Het kennen van Allah Jalla wa Ala. We hebben een aantal zaken opgenoemd die daar een onderdeel van zijn. Het kennen van Allah subhanahu wa ta'ala houdt onder andere in. Men. Het kennen van zijn eigenschappen, van zijn rechten. Het kennen van Allah subhanahu wa ta'ala door middel van zijn namen en zijn eigenschappen. Naam. Dat is één. Door middel van tawhid, uluhiyya, rububiyya en asma'. Het kennen van zijn rechten van Allah Jalla wa Ala. Wat onder andere de aanbidding is. En de andere rechten van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de verplichtingen en de verboden. Naam. Dat zijn de zaken die te maken hebben met het kennen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het kennen van Rasul sallallahu alayhi wa sallam behoort ook tot het eerste. Tot de eerste fundament. Ma'rifatu. Of al-ilm. Het kennen van de Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Wat dienen wij daarvan te kennen? Jabir. Yalla. Ben je al geweest, Mahmoud? Ja. Ik ben iemand anders. Wat houdt dat in, het kennen van de Rasool sallallahu alayhi wa sallam? Zijn biografie en zijn sunnah. Naam, zijn naam als eerste, wie hij was, en een stukje van zijn biografie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarnaast ook dienen wij die kennis te vergaren die ons daartoe aanzet om van hem te houden en vervolgens hem te volgen. Want iemand die je niet kent, daar kan je niet van houden. En daarna, vervolgens, kan je zo iemand ook niet als voorbeeld gaan nemen. Dus wij dienen die kennis te nemen, zodat wij van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zullen gaan houden. En vervolgens zullen we hem als voorbeeld gaan nemen en hem yani, volgen. Tijden, ma'rifatullah als eerste, en ma'rifatul nabi sallallahu alayhi wa sallam, en ma'rifatul din al-islam, het kennen van de religie van de islam met bewijzen. Want de islam, dat is de religie die telt bij Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah azza wa jalla accepteert geen andere religie behalve de islam. En de islam dienen wij ook te praktiseren. Vandaar dat wij de islam ook moeten kennen. Tayyib, vervolgens na deze eerste belangrijke zaak, al-ilm, zei hij, de sheikh zei daarna toen, erna handelen. Waarom erna handelen? Tariq, je was er niet, hè? Tayyib. Waarom erna handelen? Omdat de moeders praktiseren moslims. Naam. Omdat kennis is niet voldoende. Kennis is er juist voor om daarna te handelen. En als iemand kennis heeft en hij handelt niet erna, dan is deze kennis een bewijs voor hem of tegen hem? Tegen. Iemand die kennis heeft en hij handelt niet erna, verplichte handelingen, dan is deze kennis een bewijs. Een bewijs tegen hem. En deze ummah, wat ik vorige les zei, is een ummah
die handelt naar kennis. En niet zoals de christenen die handelen zonder kennis. En ook niet zoals de joden die kennis hebben en niet ernaar handelen. Tijd vervolgens, na al-amal, na de handelingen, komt het da'wa, dan naar uitnodigen. En we hadden toen ook gezegd dat de islam nodigt niet de mensen uit om alleen aan zichzelf te denken, maar om ook aan anderen te denken. En de moslim die wenst voor zijn broeder wat hij voor zichzelf wenst, en uitnodigen naar de islam, dat is een taak, of dat is een van de werken van de profeten. En iemand die dat ook doet, die volgt daarin de profeten. En daarna handelen, zeiden wij, het da'wa heeft voorwaarden. Het da'wa heeft voorwaarden. Wat zijn de voorwaarden van het da'wa? Ja, het wordt er. Voorwaarden van het da'wa. Datgene waarnaar je uitnodigt, ja. Dat je daarover kennis hebt. Kennis hebben over datgene waarnaar je uitnodigt, als eerste. Voordat je begint aan het da'wa. Tweede. Je moet wijsheid hebben. Wat je verkondigt en overbrengt, doe je met wijsheid. Doe je met wijsheid. Met kennis en wijsheid. En? Sabr. En geduld. Tijp. En geduld. En ook rifq, zachtaardigheid. Tijp. Iden, dit zijn de voorwaarden van het da'wa. Tijp, akhlaq da'i. Iemand die een ander aansport en een ander uitnodigt, moet ook bepaalde eigenschappen hebben. Die hij hoort te hebben. Akhlaq, het da'i noemen ze dat. De akhlaq van de da'i. Wat zijn zijn akhlaq? Die hebben we ook opgenoemd. Hij moet een voorbeeld zijn. Hij moet naar handelen, naar datgene wat hij, waar hij ander toe aanspoort, die hij als eerst naar te handelen. Vervolgens, of daarvoor nog eigenlijk. Het ikhlas. Hij dient oprecht te zijn. En zuiver dat te doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom ikhlas? Het is een voorwaarde voor een aanbidding. Nou, omdat ikhlas een voorwaarde is voor ieder aanbidding. En het da'wa doen. En nasiha geven. Al-amr bil ma'ruf. Is ook aanbidding. Maar ook deze voorwaarde. Waar ook deze voorwaarde voor geldt. Iden. Hij dient mukhlis te zijn. En hij dient een voorbeeld te zijn. En hij dient zich te houden aan de regels ook. En het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Tariq, tayyib. In al-amal bihi da'wa. En vervolgens als laatste zei hij. Sabr, hè? Sabr. Geduldig zijn. En volharden. Tayyib. Sabr, waarin? Hij zei de vier belangrijke punten. Kennis, daarna handelen, daarna uitnodigen. En geduldig zijn. Geduld tonen. Geduld tonen, waarin? Waarmee? Tot dan. Dat mensen jou gaan... Was je vorige week in de les? Ja. Naam? Ja. Tijf, ik heb een aantal zaken genoemd. Tot dan. Andere nieuwe vingers? Bij het uitvoeren van je aanbidding. Tot dan. Sabr bij moeilijkheden. Ook, naam. We zeiden eerst iets anders. Sabr ala ta'a. Ook. Nee, maar hierin. Hij zei, was sabru ala al-adha. Tijdens sabr zeiden wij van, sabr, onder andere, in de eerste belangrijke zaak. Sabr als het gaat om het vergaren van kennis. Daar die je geduld bij te hebben. Sabr bij het handelen daarnaar. En sabr bij het da'wa. Sabr bij het verkondigen van deze kennis. Vervolgens hebben we gezegd dat de sabr bestaat uit drie soorten. En waar sabr. En die drie soorten sabr, dat zijn die soorten die de broeders hebben aangegeven net. Geduld tonen bij het uitvoeren van de daden, van de verplichtingen. En geduld, of de aanbevolen zaken, kan ook. En geduld tonen bij het vermijden van de verboden. Want we zeiden dat de hel is omringd door begeerte en lusten. En ook geduld tonen bij het lot wat... Wat pijnlijk kan zijn. Tayyib. Vervolgens heeft hij een bewijs aangehaald voor deze vier punten. En dat was Surat al-Asr. Al-Asr in de Insan al-Afi. Ghusr. En Shafi'i rahimahullah. Die zei vervolgens over deze sora. Als Allah geen ander bewijs had geleverd aan zijn dienaar behalve dit. Dan zou het voldoende geweest zijn.
Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, die zei, al-ilmu qabla al-qawli, wal-amal, of bab, al-ilmu qabla al-qawli, wal-amal. Vervolgens bracht hij, of haalde hij het vers aan van surat Muhammad 19, fa'alam annahu la ilaha illallah, wa staghfir li dhanbik. En daar waren wij gebleven in de vorige les. Dus deze vier zaken heeft hij ons geleerd. Vervolgens zegt Sheikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hij zei weer, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu hadhihi thalatha masail wal 'amalu bihinna. Hij heeft ons vier belangrijke masail geleerd. Vier belangrijke zaken. Die hebben we net kort herhaald. Vervolgens zegt hij daarna. Vervolgens zegt hij. Weet, mocht Allah barmhartig met jou zijn. En mocht Allah jou genadig zijn. Dat elke moslim of moslima verplicht is de volgende drie zaken te leren en daarna te handelen. Dus bij elkaar zijn het zeven zaken. Vier hebben we gehad en drie komen eraan. De volgende drie zaken dient ieder moslim, zowel man als vrouw, te kennen en daarna te handelen. Verplicht te kennen. Individuele plicht. Wujub, ayni. En daarna te handelen. Tayyip, wat zijn deze drie belangrijke zaken die hij gaat opnoemen? Hij zegt al-Ula als eerste, dient ieder moslim te weten. En Allah khalaqana wa razaqana. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. This is the first. Het eerste wat hij ons wil bijleren nu van deze drie zaken die hij gaat opnoemen, waar wij kennis van moeten nemen en daarna moeten handelen. Als eerst zegt hij dat Allah, dat we dienen te weten, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geschapen en ons heeft begunstigd. Ons voorziet in ons levensonderhoud. En vervolgens heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons niet verwaarloosd, achtergelaten, maar hij heeft ons geschapen voor een doel. Hij zegt, bel arsala ilayna rasula. Allah azza wa jal heeft ons een boodschapper gezonden. Wie deze boodschapper gehoorzaamt, zal het paradijs binnentreden. Wie hem ongehoorzaam is, zal de hel binnentreden. En het bewijs daarvoor is, inna arsalna ilaykum rasula, shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Voorwaar, we hebben naar jullie, yani, o mensen, we hebben naar jullie een boodschapper gezonden. Wie is dat? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Als getuige over jullie, zoals wij naar Fir'aun ook een boodschapper hebben gezonden. Wie was dat? Musa alayhi salatu wa sallam. En Fir'aun was ongehoorzaam aan Musa. En daarom heeft hij een verschrikkelijke en een pijnlijke bestraffing gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze belangrijke mes'ala behoort tot de fundamenten van onze geloof. Vandaar dat hij zegt dat het verplicht is om deze zaak te kennen. Als eerst dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geschapen. En dat behoort tot het tawhid al-rububiyya. Dat Allah azza wa jal, dat wij geloven dat Allah de schepper is. En de voorziener is. Dat hij degene is die ons begunstigt en voorziet. En ons heeft geschapen. En niemand anders. Zoals Allah in de Koran zegt, Allahu khaliqu kulli shay. Allah heeft alles geschapen, inclusief ons en de mensen. Inclusief, yani ons. Daarom zegt Allah in de Koran ook, wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ik heb slechts de jin en de mens geschapen om mij te aanbidden. Dus wie heeft geschapen? Allah subhanahu wa ta'ala, die heeft ons geschapen. Want alles wat er is, is of geschapen, of het is de schepper.
Alles wat bestaat is of geschapen of het is de schepper. Allah subhanahu wa ta'ala bestaat en hij is de schepper. En voor de rest is alles geschapen. En iets wat geschapen is, kan niet uit het niets komen. En het kan ook niet zichzelf scheppen. Dus er moet iets zijn wat het geschapen heeft. Vandaar dat Allah in de Koran zegt, Am khuliqu min ghayri shay'in, am humul khaliqun. Zijn ze uit het niets geschapen? Of zijn zij zelf de scheppers? Toen een van de mushrikien in die tijd, en hij heet Jubair ibn Mut'im, vervolgens is hij moslim geworden. Hij zei, toen hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam hoorde reciteren, en hij was bezig met een maghrib gebed. Hij was aan het bidden en hij reciteerde Surat al-Tur. Toen kwam hij aan bij de woorden van Allah, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu samawati wal ard. Hij zei, toen ik deze woorden hoorde, hij zei, wou mijn hart wegvliegen. En hij was ongelovig, hij was mushrik. Hij zei, toen ik hoorde de woorden van Allah, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, zij zijn uit het niets geschapen. Of zijn zelf de scheppers van hunzelf. Hij zei, kade kalbi en yatir. Hij zei, mijn hart wou bijna wegvliegen. Omdat dit een duidelijk bewijs is. Dit noemen ze een bewijs, een logisch bewijs. Dalil aqli. Want iets wat geschapen is, zoals wij, zoals hij, is of uit zichzelf geschapen, uit het niets. En dat is onmogelijk. Iets wat, yani niets kan niet iets schapen. Of ze hebben zichzelf geschapen, wat ook onmogelijk is. Want wij zelf waren er niet, dus wij kunnen ook niet onszelf schapen. Dus ook niets kan niet iets gaan schapen. Dus er is een schepper. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die alles heeft, geschapen. Dus Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu, hij zei vanaf die dag, of vanaf dat moment, heeft al-Iman zich gevestigd in mijn hart. Toen hij deze woorden hoorde van Allah Azza wa Jalla, die de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan het reciteren was. Dus Allah subhanahu wa ta'ala is onze schepper. En dat behoort tot zijn daden. En dat behoort tot tawhid al-rububiyyah, waarin hij geen enkel deelgenoot in heeft. Niemand heeft geschapen, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, wa razaqana. En ook is Allah Azza wa Jal degene die ons voorziet. Hij is de voorziener. Hij is degene die geeft. Inna Allah huwa razzaq dhul quwwati al-matin. Zoals Allah in de Koran zegt. En tot zijn naam is al-razzaq. En ook al-raziq. Degene die veel voorziet. Al-razzaq. Degene die veel voorziet. En ook al-raziq, degene die voorziet. En ook zegt Allah Azza wa Jal, wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Dus wie is degene die ons voorziet? Allah Jalla wa Ala. En hij is degene die ons begunstigt. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook zegt in hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt over hoe een mens tot stand komt en dat hij 40 dagen yani notfa is, voor maar 40 dagen en een druppel, voor maar 40 dagen alaqa, voor maar 40 dagen modga, een vleesklomp. Vervolgens stuurt Allah Azza wa Jalla een engel naar hem toe en hij is nog in de buik van zijn moeder. Hij stuurt een engel naar hem toe en deze engel wordt opgedragen om 4 zaken vast te leggen. Onder andere zijn rizq. Yu'maru bi arba'i kalimat. Bi katbi rizqihi. Zijn rizq wordt dan vastgesteld en voorgeschreven. En Allah Azza wa Jal is al-Razzaq. Dus deze belangrijke mes'ala dient elke moslim te kennen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala de schepper is. En dat hij hem voorziet. Vervolgens dient de moslim ook te weten dat Allah Azza wa Jal hem niet zomaar heeft geschapen. Walam yatrukhu hamala. Hij heeft hem niet geschapen, yani, zonder doel. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is de alwijze.
en de alwetende. Als hij schept, schept hij met een wijsheid. En met een doel. Als hij iets doet, doet hij het met een wijsheid. En met een doel. Als hij iets voorschrijft en voorlegt, doet hij dat met een doel en met een wijsheid. Als hij verplicht, doet hij dat ook met een wijsheid. Als hij iets verbiedt, doet hij dat ook met een wijsheid. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala doet, doet hij met een hoge wijsheid. En het scheppen van de mens en de djinn is precies hetzelfde. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala gedaan met een hoge en een grote wijsheid. Het kan niet zo zijn dat Allah azza wa jalla de mens heeft geschapen en hem aan zichzelf heeft achtergelaten. En hem ongemoeid heeft gelaten. Dat is iets wat niet past bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs een mens, als een mens iets zou doen, iets zou maken zonder doel, zou dat ook eigenlijk een gebrek zijn. Zou het ook een gebrek en een mankement zijn. Hoe zal het dan zijn met de schepper? De alwijze, de alwetende, de almachtige. Alles wat hij doet, doet hij met een hoge wijsheid. Vandaar dat Allah azza wa jalla in de Koran zegt: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Denkt de mens, dat hij geschapen is en dat hij ongemoeid gelaten zal worden, dat hij is geschapen zonder doel, zonder dat hij wordt bevolen en wordt geboden en verboden, denkt hij dat? Abadan. Een moslim denkt dat niet. Een kafir denkt dat. Een kafir die denkt dat hij is geschapen zonder doel. En dat hij zich niet hoeft te houden aan regels. En dat hij niet zal terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Amma de moslim, de gelovige, die gelooft dat Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft geschapen met een doel. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى. En in een andere vers dat Allah jalla wa ala: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Dachten jullie dat wij jullie hebben geschapen, yani, zonder doel, zonder doel, en dat jullie niet zullen terugkeren naar ons? Denken jullie dat? Dat is iemand die zo denkt. Een kafir denkt zo. Een mushrik die denkt zo. Amma al-mu'min, die weet dat Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft geschapen voor een doel. En die gelooft dat hij zal terugkeren naar Allah azza wa jal. En hij zal hem belonen of bestraffen aan de hand van zijn daden. Dat is het geval van een gelovige. Dus Allah subhanahu wa ta'ala: خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Hij heeft ons niet zomaar achtergelaten en ons ongemoeid gelaten en ons geschapen zonder doel. La. Maar hij heeft ons geschapen met een hoge en een belangrijke doel. Wat is deze doel en wat is deze wijsheid achter de schepping? Het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala, degene die de dood en het leven heeft geschapen. Waarom? Om ons te beproeven en om ons te testen. Wie van ons zal de beste daden verrichten? En de beste daden, dat zijn die daden die gedaan worden voor Allah subhanahu wa ta'ala, volgens de manier van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen met een belangrijke doel. Met een wijsheid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hij heeft ons geschapen. Hij wil iets van ons. Wat is dat? Aanbidding. Zijn aanbidding. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. En hij heeft ons geschapen. En hij wil ook iets voor ons. En dat is onze straf of de beloning. Degene die gehoorzaam zal de beloning krijgen. En degene die ongehoorzaam is, zal zijn straf krijgen. Hij zegt: وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. Hij heeft naar ons boodschappers, of een boodschapper, gezonden. Integendeel, hij heeft een boodschapper naar ons gezonden. Wie hem gehoorzaamt, zal het paradijs binnengaan. Zoals de Rasool sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith: Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Iedereen van mijn umma, van mijn gemeenschap, zal het paradijs binnengaan, behalve degene die niet wil. Vervolgens zeiden ze: wie is nou diegene die niet wil? Hij zei: man ata'ani dakhala al-janna.
Diegene die mij gehoorzaamt, zal het Jannah binnentreden. Omen asani faqad aba. En degene die mij ongehoorzaam is, die wil niet. Dus degene die de profeten gehoorzaamt en de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gehoorzaamt, zal het paradijs binnentreden. Degene die hem ongehoorzaam is en hem verloochent en zijn boodschap verwerpt, die krijgt dezelfde bestraffing als Fir'aun, die Musa heeft verloochend. Zoals Allah in de Koran zegt, bij de vers die we hebben opgelezen, inna arsalna ilaykum rasulan, shahidan alaykum kama arsalna ila Fir'auna rasula. We hebben naar jullie een boodschapper gezonden, de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, als getuige over jullie, zoals wij aan Fir'aun een boodschapper hebben gezonden, Musa. Wat heeft Fir'aun gedaan? Hij heeft Musa verloochend. En hij was hem ongehoorzaam. Fa'asa Fir'aun ur-Rasula. Fa'asa Fir'aun. Fir'aun was ongehoorzaam aan Musa alayhi salatu wassalam. Fa'asa Fir'aun ur-Rasula. Vervolgens, wat was het resultaat? Is een eindbestemming. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem een verschrikkelijke bestraffing gegeven. Zoals Allah in de Koran zegt over Fir'aun en zijn volgelingen. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Zo heeft Allah subhanahu wa ta'ala ze bestraft. Bestraffing in hun graf. Het vuur wordt dagelijks aan hun getoond. En als het uur aanbreekt, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Dan is de bestraffing nog erger dan datgene waar zij nu mee te maken hebben in hun graf. En dat is met iedereen die de profeten ongehoorzaam is. Die de profeet ongehoorzaam is. Vandaar dat wij als moslims daar lering uit moeten trekken. Degene die de profeet sallallahu alayhi wa sallam gehoorzaam is, die zal beloond worden door Allah subhanahu wa ta'ala. En degene die hem niet ongehoorzaam is, die zal datgene krijgen zoals Fir'aun en zijn volk hebben gekregen. Degene die de profeet sallallahu alayhi wa sallam verloochent en zijn boodschap verwerpt en Allah azza wa jal verloochent, zo iemand, een ongelovige, een kafir, een mushrik, die kan datgene verwachten wat Fir'aun en zijn volk hebben gekregen als bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. Iden, de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gezonden naar deze ummah en dat is iets nieuws. Voor hem zijn er heel veel profeten gezonden, onder andere Musa alayhi salatu wa salam. En Allah subhanahu wa ta'ala, zoals jullie weten, heeft naar elke volk een profeet gezonden. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Naar elke profeet, naar elke volk is er een profeet gezonden. En de laatste profeet is de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Die is gezonden naar heel de mensheid. Naar heel de mensheid. En de taak van de profeten, als eerst, is dat zij de mensen kennis, of de mensen leren wie hun Heer is. Zij leren de mensen wie hun Heer is. Dat is als eerst, dat is een van hun taken. Wie is hun Heer? Ze leren hun wie Allah subhanahu wa ta'ala is. Met zijn namen, met zijn eigenschappen, met zijn daden. Dat is een taak van de profeten, een van de taken. En een andere taak van de profeten is dat zij de weg laten zien aan de mensen. Die leidt naar tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze laten hun de geboden, ze leren hun de geboden. En ze leren hun de verboden die ze dienen te vermijden. Ze leren hun de grenzen die ze niet mogen overschrijden. Dat is een taak van de profeten. En nog een andere taak van de profeten is dat de profeten de beloning en de bestraffing verkondigen aan de mensen. Degene die gehoorzaam is, die staat die en die beloning te wachten. En degene die ongehoorzaam is en ongelovig is, kan die en die straf verwachten. Dat zijn de taken van de profeten. Ze leren de mensen hun Heer kennen. En ze leren de mensen de weg kennen die naar het paradijs leidt. En vervolgens verkondigen ze aan de mensen de beloningen en de bestraffingen die iemand kan verwachten. Iden, Allah subhanahu wa ta'ala heeft naar ons een profeet gestuurd. Wie hem gehoorzaamt, zal het paradijs binnentreden. Wie hem ongehoorzaam is, zal
de hel, en degene die ongehoorzaam is, een kafir is, en daarop sterft, zal de hel binnengaan voor eeuwig en voor altijd. Iemand die als moslim de hel binnengaat door zijn zonde, als hij de hel binnengaat, komt hij uiteindelijk eruit en zal hij yani, het paradijs vervolgens binnengaan. Iden Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen en hij heeft ons voorzien en hij heeft profeten naar ons gezonden, zodat wij Allah subhanahu wa ta'ala dienen te aanbidden. Dat is de wijsheid van de schepping. Wij zijn niet geschapen om te genieten van deze wereldse, van dit wereldse leven. We zijn niet geschapen om hier een tijdje te verblijven en daarna te verlaten, net of er niks aan de hand is. We zijn niet geschapen om hier, yani, carrière te maken en ons bezig te houden met zaken van het dunya. Dat is niet het doel van de schepping. Het doel van de schepping is dat wij Allah subhanahu wa ta'ala dienen te aanbidden in onze leven. En dan mag jij werken, dan mag je carrière gaan maken, maar jouw hoofddoel is Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Dat moet altijd onze doel zijn. Want dat is het doel van Allah subhanahu wa ta'ala met de schepping. En alle andere zaken zijn bijzaken. En als deze zaken niet in strijd zijn met dit doel, is dat geen probleem. Als ze wel in strijd zijn, dan is het wel een probleem. Waar het om gaat, is dat wij dienen te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geschapen om hem te aanbidden. Degene die dit waarmaakt, zal behoren tot degene die gered zullen zijn, yawm al-qiyama. En anders niet. Vervolgens zegt de sheikh rahimahullah ta'ala, de tweede zaak, الثانية. Wat is deze tweede zaak die hij ons wil leren en waarnaar wij moeten handelen? Hij zegt الثانية, أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا تنتفيدة wat wij moeten weten is dat Allah subhanahu wa ta'ala het niet accepteert dat aan hem een deelgenoot in zijn aanbidding wordt toegekend. En dan maakt het niet uit of deze deelgenoot een engel is, een nabije engel is, of een gezonde profeet is. Maakt niet uit. Allah subhanahu wa ta'ala aanvaardt het niet en accepteert het niet. Hij houdt er niet van dat aan hem een deelgenoot wordt toegekend in zijn specifieke eigenschap, in zijn handelingen, of in zijn aanbidding, wat zijn recht is, of in andere zaken die specifiek zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accepteert dat niet en aanvaardt dat niet. En het bewijs daarvoor is de woorden van Allah, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa anna al-masajida lillah, en de moskeeën behoren tot Allah alleen. Roep daarom niemand aan naast Allah subhanahu wa ta'ala. De moskeeën, dat zijn de plaatsen van aanbidding. Sommigen hebben gezegd, de moskeeën hier zo, al-masajid, dat zijn de plekken van het sujud. Of de aanbiddingen. Waar het om gaat is hier zo, waar het hier om gaat is, dat het niet toegestaan is om een aanbidding aan iemand anders toe te kennen, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah is degene die het alleen recht heeft op onze aanbiddingen. En niemand anders. Als iemand een ander aanbidt naast Allah subhanahu wa ta'ala, als hij een ander aanroept naast Allah jalla wa ala, dan pleegt hij daarmee afgoderij. Want hij heeft daarmee dan een deelgenoot toegekend aan Allah jalla wa ala. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala geen deelgenoten heeft. Hij heeft geen deelgenoten. En hij verwerpt elke vorm van afgoderij wordt verworpen door Allah subhanahu wa ta'ala. Hij houdt er niet van, hij accepteert het niet en hij aanvaardt het niet. En de shirk betekent, zoals ik vaker heb gezegd, تسويت غير الله بالله, het gelijk maken van iemand anders aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het kennen van een deelgenoot aan Allah jalla wa ala in die zaken
die specifiek zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Khasa'isullah. En de specifieke zaken voor Allah azza wa jal, waarin hij geen deelgenoten heeft, zijn drie hoofdzaken. Als eerste in zijn tawhid al-rububiyya. Het tawhid al-rububiyya zijn de zaken die te maken hebben met de daden van Allah. Zoals de schepper, zoals de schepping. En zoals wat ik net zei, dat hij de voorziener is. Hij heeft daarin geen deelgenoten. Hij is de schepper en heeft daarin geen deelgenoot. En zoals bijvoorbeeld de voorziening, al-rizq of al-rizq. Hij heeft daarin geen deelgenoot. Hij is degene die voorziet. En zoals het bezit en het bestuur en dergelijke. Deze zaken, tawhid al-rububiyya, de tawhid van de heerschappij, is specifiek voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dit heeft te maken met de daden van Allah. Hij heeft daarin geen enkel deelgenoot. Als iemand aan hem een deelgenoot toekent in deze zaken, dan pleegt hij afgoderij. Dan kent hij een deelgenoot toe aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is een shirk billah. Als hij iemand gelooft dat er een ander is die schept naast Allah, dan heeft hij afgoderij gepleegd in het tawhid al-rububiyya. Als iemand gelooft dat er een ander is die hem voorziet, naast Allah azawajal of buiten Allah subhanahu wa ta'ala, dan pleegt hij afgoderij in het tawhid al-rububiyya. En ga zo verder. En ook een ander bijzondere of een specifieke zaak die alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala alleen is, is het tawhid al-uluhiyya. Zijn alleen recht op aanbiddingen. Hij is de enige die wij moeten aanbidden. Als iemand een aanbidding aan een ander toekent dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan is het een vorm van een shirk fi het tawhid al-uluhiyya. Of het tawhid al-ibada. En ook natuurlijk al-asma wa sifat. Allah azza wa jalla heeft namen en eigenschappen die specifiek zijn voor hem. Als iemand zegt van fulaan of die of een ander heeft, is zoals Allah azza wa jal. Hij hoort zoals Allah of hij ziet zoals Allah. En hij zegt van zijn gelijk. Zo iemand begaat afgoderij in het tawhid al-asma wa sifat. Iden, Allah subhanahu wa ta'ala accepteert het niet dat er afgoderij gepleegd wordt. Of dat er een deelgenoot wordt toegekend aan hem. Ook al is het een profeet. Ook al is het een nabije engel. Dan nog accepteert Allah subhanahu wa ta'ala dat niet. Waarom niet? Omdat afgoderij is onrecht. Inna shirka la zulmun azim. Allah azza wa jalla is de enige die geschapen heeft. En die voorzien heeft. Die voorziet. En die alles bestuurt. En dan is het grote onrecht als dan een ander aanbeden wordt naast Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl hij het niet verdient. En daarnaast, afgoderij is de grootste zonde die er is. A'zamu dhanb is ash-shirk billah subhanahu wa ta'ala. En ash-shirk billah azza wa jal is de enige zonde die Allah subhanahu wa ta'ala niet vergeeft. Als iemand erop sterft. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Alles kan vergeven worden als iemand erop sterft. Behalve shirk billah subhanahu wa ta'ala. Als iemand het deelgenoot toekent aan Allah azza wa jal. En hij sterft daarop. Zo iemand is mushrik. En zal de hel binnentreden. Voor altijd, voor eeuwig. Vandaar dat dit ook de enige zonde is. Als iemand erop sterft. Dat hij voor eeuwig in de hel zal zijn. En shirk billah subhanahu wa ta'ala. En dit is ook de enige zonde. Als iemand zo'n zonde begaat. Dat hij daarmee al zijn goede daden ongeldig maakt. Eén handeling. Ook al heeft iemand 60 of 70 jaar Allah subhanahu wa ta'ala aanbeden. Ook al heeft hij 50 of 60 keer hajj verricht. En 50 jaar en 60 jaar Ramadan gevast. En andere daden verricht. Goede handelingen verricht. Gebeden gedaan. Nachtgebeden. Als hij 60, 70 jaar vroom was. En hij pleegt één keer shirk. En hij sterft daarop. Zullen al zijn daden ongeldig zijn. Zullen al zijn daden vruchteloos worden. Vandaar dat de profeten die dit wisten en die dit ook goed begrepen, ze hadden vrees voor een shirk billah subhanahu wa ta'ala. Hoe kan iemand niet vrezen voor een shirk als hij ziet hoe ernstig de gevolgen zijn van een shirk billah subhanahu wa ta'ala? Eén woord die iemand kan uitspreken die, waarin shirk, wat de shirk inhoudt, of één daad, één handeling die een shirk is, en hij heeft 60 of 70 jaar
aanbidding verziekt en verspilt, is yani, iets ernstigs. Vandaar dat Ibrahim alayhi salatu wassalam die zegt tegen Allah azawajal, Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al asnam. Hij zegt, o mijn Heer, bescherm mij en mijn nakomelingen om, of verwijder ons of bescherm ons tegen het aanbidden van afbeeldingen. Het aanbidden van afbeeldingen. Terwijl Ibrahim alayhi salatu wassalam is een profeet van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is een boodschapper. Hij is Khalilur Rahman. Samen met de Rasool sallallahu alayhi wasallam. Hij is degene die de beelden heeft gebroken en bestreden. Ondanks dat vreesde hij. En hij zei, Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-aslam. Waarom? Inna hunna adlanna kathira minan nas. Omdat deze afbeeldingen, deze afgoden, hebben velen doen laten afdwalen. Die hij heeft gezien. Waaronder zijn vader. Waaronder zijn volk. Heel veel van zijn volk. Fa inna hunna adlanna kathira minan nas. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wasallam ook zei tegen de sahaba, akhwafu ma akhafu alaykum wa shirk al-asghar. Het meeste waarvoor ik vrees voor jullie, is de kleine vorm van afgoderij. Even als iemand weet hoe ernstig een shirk billah subhanahu wa ta'ala is, dan zal hij deze moeten vrezen. Want als iemand deze niet vreest, dan kan hij erin vervallen. En heel veel mensen van de awam, die de shirk niet vrezen, en sommigen niet kennen, zie je ook dat zij iets wat hun overkomt, wat heel soms simpel is, en makkelijk is, een kleine beproeving, en zij zoeken naar uitwegen, en ze zoeken naar yani, zaken. En ze verrichten handelingen. Die soms vallen onder een shirk al-akbar. Uitspraken of handelingen. Die vallen onder een shirk al-akbar. Waardoor ze al hun daden. Als ze erop sterven. Al hun daden zullen daarmee ongeldig gemaakt worden. En dat is natuurlijk iets ernstigs. Als iemand heel zijn leven lang. Yani, Allah heeft aanbeden. En vervolgens pleegt hij afgoderij of zij. En daarmee alles ongeldig maakt. Dat is natuurlijk yani, iets ernstigs. Je mist alles. Je mist alles. Je mist het paradijs. Je mist de dua van de gelovigen. Je mist de shafa'a van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Alles wat je kan. Wat het te halen valt. Mis je. Met deze shirk. Die soms 1 minuut kan duren. En soms een aantal seconden. Soms een aantal seconden. En iemand heeft de shirk begaan. En het is voorbij. En de shirk billah subhanahu wa ta'ala wordt niet vergeven door Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat er geen reden is om deelgenoot toe te kennen aan Allah azza wa jal. Er is geen, de mee alle zonden die iemand verricht, die zonden zijn. Daar is, daar kan een reden voor zijn. Niet dat die reden toegestaan is. Lakin, shahwa, begeerte van de ziel. Bijvoorbeeld iemand die bedriegt of oplicht of steelt, maakt niet uit wat hij doet. Hij doet dat omdat hij daardoor bepaalde voordelen naar zich toe wil trekken. Hij wil bijvoorbeeld geld. En zijn nefs heeft natuurlijk een begeerte. Die wil dat geld hebben. Hij wil rijk worden bijvoorbeeld. En hij volgt de wegen die verboden zijn. Bijvoorbeeld iemand die zinnen pleegt, is Allah salam wa al-afia, doet dat dat daar shahwa in zit. Het is een begeerte en een lust die verboden is. Lekker de shirk billah subhanahu wa ta'ala. Daar is geen nefs begeert dat. Er is geen shahwa in de ziel wat een shirk begeert. Vandaar dat de shirk gewoon, dat is gewoon pure onrecht. En pure ondankbaarheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En het is gewoon een ziekte van het hart. Vandaar dat Allah azza wa jal alles vergeeft, behalve shirk, behalve deze grote zonde. Idan wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. De moskeeën en de aanbiddingen zijn voor Allah alleen. En niemand heeft daar recht op behalve Allah azza wa jal. Fala tad'u ma'a Allah ahada. Roep niemand aan naast Allah subhanahu wa ta'ala. En het dua wat het inhoudt en de soort daarvan, dat komt nog insha'Allahu ta'ala. Vervolgens zegt de schrijver rahimahullahu ta'ala,
De derde mes'ele die hij ons wil leren en waarnaar wij moeten handelen is en men ata'a al-rasool wa wahhad Allah la yajuzu lahu muwalat la yajuzu lahu muwalat men haad Allah wa rasoolah walau kana aqrab qarib. Qala ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أزافر فلخص رحمه الله تعالى. Hij zei ten derde, wat wij dienen te weten, dat het niet toegestaan is voor degene die de boodschapper gehoorzaamt. En die gelooft in tawhidullah, in de eenheid van Allah azawajal. Voor hem is het niet toegestaan om degene die zich tegen Allah en zijn boodschapper verzetten, om hen... om hun als vriend te nemen. Of om van hun te houden. Ook al is zo'n persoon een dichtbij je verwant. Want Allah subhanahu wa ta'ala die zegt: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasoola. Je zult geen volk vinden dat in Allah en de laatste dag gelooft. En dat vriendschap sluit, of eigenlijk liefde heeft, voor degene die tegen Allah en zijn boodschapper is. Liefde hebben tegen, voor de mensen die tegen Allah en zijn boodschapper zijn, is niet toegestaan. Ook al zijn het hun vaders, of hun zonen, of hun broers, of hun familieleden. Daarom heeft hij het geloof in hun harten geschreven. En heeft hij hen versterkt met bewijzen die van hem vandaan komen. En hij doet hen tuinen binnengaan waar de rivieren onder doorstromen. En ze zullen daarin voor eeuwig blijven. Allah is tevreden over hen en zij zijn tevreden met hem. Zij zijn de partij van Allah. Voorwaar, de partij van Allah, dat zijn de winnaars. Deze belangrijke zaak heeft te maken met al-wala en al-bara. Al-bara, afstand nemen en een afkeer hebben tegen al-shirk en ahlu-shirk. Dat is een voorwaarde van al-iman. Al-iman heeft voorwaarden en heeft verplichtingen die aanwezig dienen te zijn bij een mu'min. Tot die voorwaarden van al-iman en de verplichtingen die daarmee te maken hebben, is dat een gelovige een afkeer moet hebben tegen ongeloof. En tegen de mushrikien. En hij mag niet van ze houden. Want zoals Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Tulquna ilayhim bil mawadda. O jullie die geloven, neem mijn vijanden en jullie vijanden niet als awliya, als vrienden van wie jullie houden. Idan, tot de voorwaarden van het iman en de verplichtingen van een mu'min is dat hij een afkeer heeft en afstand doet van het shirk en van de mushrikin, al-wala en al-bara. Hij neemt de gelovigen als vrienden. Hij houdt van ze. En de ongelovigen, daar houden wij niet van. Tenzij het natuurlijke liefde is. Natuurlijke liefde die ontstaat tussen een kind en zijn vader bijvoorbeeld. Natuurlijke liefde. Of een man en zijn christelijke vrouw bijvoorbeeld. Natuurlijke liefde. Lijkt een andere vorm van liefde. Is niet toegestaan. Is niet toegestaan. Waarom niet? Omdat zij
jouw Heer en jouw God verloochenen. En zij verloochenen jouw profeet. En zij verklaren hem als leugenaar. Want zij geloven niet in zijn boodschap. Als zij in zijn boodschap zouden geloven, dan zouden ze hem volgen. Maar zij volgen hem niet. Dus zij zeggen van hij spreekt niet de waarheid. Ze verloochenen de Koran. Want het woord is van Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe kunnen wij dan van ze houden? Dat is iets, yani, wat niet kan. Even al-bara'a min al-shirk wa ahlihi is een voorwaarde van het iman. En dat is ook wat wordt bedoeld met de woorden van Allah. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Hij verwerpt het taagut. Hij verwerpt datgene wat naast Allah subhanahu wa ta'ala aanbeden wordt. Of goderij. En hij gelooft in Allah jalla wa ala. En muwalat al-kuffar, het houden van de kuffar, yani, is een zonde. Maar sommige mensen gaan hier de fout in. Sommige mensen, vooral de extremisten, die denken van dat elke vorm van omgang met een kafir verboden is. Dat is fout. Sterker nog, sommige van de extreme tekfiris, die zeggen van elke omgang met een kafir is wala. En is hun yani, als vriend nemen, wat verboden is. En dat is ook niet, dat klopt ook niet. En wala heeft vormen en gradaties. Al-wala, al-asr van al-wala is al-hub. Is liefde hebben voor al-kafir. Dat deze liefde voor al-kafir heeft verschillende oordelen. Het kan koffer zijn. En het kan ma'asiyah zijn. En het kan toegestaan zijn. Wanneer is al-wala koffer dat iemand daarmee buiten de islam valt? Wat de geleerden hebben verduidelijkt als naqid min nawaqid al-islam. Dat is als iemand van een kafir houdt omwille van zijn dien. Omwille van zijn dien. Yani hij ziet een kafir, hij doet sujud voor het sanam. Of hij ziet een kafir, hij aanbidt een ander naast Allah azawajal. Hij houdt van hem om die reden. Deze vorm van wala is kofr, mukhrij min al-millah. Een andere vorm van wala is dat een moslim, yani, een kafir helpt tegen een moslim, zodat deze kafir zal zegevieren en zijn dien zal zegevieren. Hij is blij dat een koffer zegeviert. Dat is ook een vorm van wala, wat koffer is. Dat is waar Allah subhanahu wa ta'ala over zegt, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Dit noemen ze ook het tawalli. En dit is een vorm van dit is een van de tenietdoeners van de islam. Er is een vorm van wala, liefde hebben voor een kafir, wat ma'asiyah is. Dat is liefde hebben voor een kafir om wereldse redenen, om wereldse zaken. Taib. Zoals bijvoorbeeld vandaag de dag veel voorkomt bij moslims. Dat ze houden van bepaalde kuffar om bepaalde wereldse zaken. Soms zijn het zaken die verboden zijn. Soms houden ze van zangers die kuffar zijn. En zang is verboden in de islam. Deze vorm van wala, een vorm van liefde, is liefde die verboden is. Is geen koffer. Of van voetballers, zoals we vandaag de dag ook heel veel zien. Dat is ook een vorm van wala, wat muharram is. Taib. En er is een vorm van wala, en liefde voor een kafir, wat toegestaan is. En dat is zoals natuurlijke liefde. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn oom lief had, die mushrik was, Abu Talib. Hij had liefde voor hem, maar deze liefde was natuurlijke liefde. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze liefde bevestigd in de Koran. Innaka lan tahdi man ahbabt. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, probeerde om hem uitnodigen naar de islam, uiteindelijk is hij gestorven op een shirk. Allah subhanahu wa ta'ala openbaarde de verse, innaka lan tahdi man ahbabt. Jij leidt niet degene wie je lief hebt. Dus Allah bevestigt hier dat de profeet zijn oom lief had. Lakin, deze vorm van liefde is natuurlijke liefde. Zoals bijvoorbeeld een vader die moslim is en die een zoon heeft die kafir is. Hij houdt van zijn zoon, lakin natuurlijke liefde.
Of omgekeerd. Of bijvoorbeeld een moslimman is getrouwd met een kafir vrouw. Joods of christen. Kafir. Lekker. Hij heeft een bepaalde liefde voor haar. Waardoor ze met elkaar samen willen leven. Deze liefde is een natuurlijke liefde. Deze vorm van wala is geen wala die bedoeld wordt in de Koran. Die verboden is. Taib. Dit is wat te maken heeft met het hart. Met het hart houden wij niet van hun. Lekker als we kijken naar de omgang. Als we te maken hebben met omgaan met kofar, dan gelden er andere regels. En dat is, als deze kafir ons niet bestrijdt. Er is geen oorlog met deze kafir. De staat, de islam, bijvoorbeeld een staat, is niet in oorlog met een andere staat die kafir is. Taib, dus er is vrede tussen ons. Dan dienen wij hun op een respectvolle manier te behandelen. En wij dienen dan goed voor hun te zijn. Dat is niet verboden. Zoals Allah in de Koran zegt. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala verbiedt het ons niet om degene die ons niet bestrijden om onze religie, en ook hebben ze ons niet verdreven uit onze huizen en onze woonplaatsen. Allah verbiedt het ons niet om goed voor hun te zijn. En rechtvaardig. Dus je mag goed zijn voor jou. Buurman bijvoorbeeld. Ook voor een ander kafir die ongelovig is. Niet je mag. Je dient goed voor hem te zijn. En minimaal ben je rechtvaardig. Rechtvaardig dan ben je. Geef je hem zijn recht. Maar goed zijn is nog extra dan dat. Je mag voor hem goed zijn. Als hij jou niet bestrijdt. Yani hij bestrijdt onze religie niet. Hij bestrijdt ons niet. En ze verdrijven ons niet. Ja, we zijn niet met hun in strijd. Dan dienen de moslims goed te zijn voor de ongelovigen. Vooral als het gepaard gaat met de da'wa. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij bezocht zijn oom. Hij is mushrik. En hij nodigde hem uit naar de islam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezocht dat Joodse jongen. Skafir, mushrik. Hij bezocht hem. Hij bracht een bezoek aan hem. En hij werd moslim. En de profeet sallallahu alaihi wasallam deed ook zaken met ongelovigen. Met de joden of met andere mushrikien. Hij heeft met hun zaken gedaan. Rechtvaardigheid. Het is niet zo zoals sommigen denken dat kuffaar geen rechten hebben. La, kuffaar, daar ga je mee om met respect binnen onze grenzen natuurlijk van de dien. En met rechtvaardigheid. La yanhaakumullah ani alladhina lam yuqatilukum fid din. Allah verbiedt het niet voor ons. Om degene die ons niet bestrijden om onze geloof, om goed voor hun te zijn. En om rechtvaardig te zijn tegen hun. Wallahu yuhibbul muqsitin. En Allah houdt van degene die rechtvaardig zijn. En ook met omgang, handel drijven of werk bijvoorbeeld, dienst te houden aan de afspraken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die leende ook van kuffar. En hij huurde ook van hun. Toen de profeet de hijra had gemaakt van Mekka naar Medina, heeft hij een mushrik ingehuurd. Die was een gids. En binnen in de Sahara was een goede gids. Hij huurde hem in. En hij maakte gebruik van zijn diensten. Yani, dat is toegestaan. Dat is geen probleem. Sommige mensen, nogmaals wat ik het zei, de extremisten, kfiris, die denken dat elke omgang met een kafir verboden is. En dat je niet met ze mag handelen. En dat je niet met ze mag op een normale manier yani omgang of handel en dergelijke. La, je behandelt ze op een normale manier. Lekin met onze harten hebben wij al-bara. Al-bara en al-bogd. Yani voor hun daden en voor hun. Lekin nogmaals, bij omgang gaan wij om met respect en tonen wij ook akhlaq. En dat is tegelijkertijd ook een vorm van het da'wa. Dus al-wala en al-bara, sommige mensen gaan daar heel makkelijk mee om. En sommigen gaan daar extreem mee om. En ahle sunnah, dat zijn degenen die daarin de middenweg bewandelen. Deze laatste mes'ala, die laatste asl, heeft te maken met al-wala en al-bara.
طيب, we houden het inshallah ta'ala hierbij. Want daarna gaat de schrijver weer met een nieuwe gedeelte beginnen. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.